Dames en heren, van harte welkom wederom bij een nieuw webinar van Young Capital in samenwerking met MT Sprout. Mijn naam is Remy Gieling, hoofdredacteur van MT Sprout. En het komende uur praten we over de medewerker van de toekomst. Want wat wordt de rol van vast en flex? Wat is de functie van een kantoorgebouw? En hoe zorg je ervoor dat je kennis van je medewerkers meegroeit met je organisatie? Dat doe ik met mijn twee gasten vandaag. De eerste werkt al meer dan 15 jaar voor Young Capital en in de huidige rol als directeur van de trainee-tak Young Capital Next. Karin van der Gracht, welkom. Yes, dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja. En mijn tweede gast is futurist, psycholoog en ondernemer Bart Gutte. Bart, jij ook van harte welkom. Dankjewel. Zoals altijd is er in het webinar veel ruimte voor vragen van jou, de kijker. Dus stel ze gerust in de chat. Moderator Evelien de Praal zit weer achter de knoppen om de meest prangende vragen in de uitzending te behandelen. Het komende uur praten we eigenlijk over drie hoofdthema's. Hoe de coronacrisis het werk van de toekomst en nu beïnvloedt. Hoe ziet de organisatie van de toekomst eruit? En hoe zijn de competentie van de medewerkers van de toekomst? Hoe ziet dat eruit? Dus ik heb heel veel zin om daar het komende uur met jou te spreken. Allereerst 15 jaar, Karin, ja. Al voor Young Capital. Je bent onderdeel van het meubilair bijna. Een soort van, zou je bijna zeggen. Ja. Hoe is de organisatie veranderd in die tijd? Ja, bizar. Ik denk... Studentenwerk heet het studentenwerk, toen? Studentenwerk, zei het. Studentenwerk. En toen begon eigenlijk al een stukje Career Network te ontstaan. Dat was de professional tak van ons bedrijf. Ja, het was gewoon een hele kleine start-up club. Echt door ondernemers gestuurd. En dat bleef maar groeien en dat bleef maar groeien. Dus je ziet eigenlijk... Ja, dat is zo'n ontstaan van een organisatie heb ik eigenlijk van heel dichtbij mee mogen ervaren. En ja, tegen welke mooie uitdagingen je daarin mag aanlopen. Dat is super, wat mij betreft, heel interessant geweest. Je hebt ook nog een paar jaar voor Young Capital in Duitsland gewerkt. Ja. Heb je daar de boel mogen aansturen en laten groeien? Ja, ik dacht, nou, wat we in Nederland, dit prachtige bedrijf met dit mooie businessmodel... Dit moet de grens over. Ja, wat we hier hebben gedaan, dat zouden we toch ook in een andere wet en regelgeving en in een andere cultuur moeten kunnen bouwen. Omdat ik heel hard geloof in cultuur. En ik had zoiets, als je een goed businessmodel pakt en met de juiste cultuur... Dan zou je dat ook in een andere markt kunnen bouwen. En dat hebben we goed en wel midden 2015 gedaan. Ja. En daar hebben we een prachtige tijd gehad. En uiteindelijk staat daar een prachtig Duits bedrijf. Ja. Hele mooie mensen en een cultuur waar we trots op mogen zijn. Eigenlijk een cultuur die een mix is tussen de Nederlandse cultuur en de Duitse cultuur. En daar een prachtige Young Capital vlek overheen. En heel trots. Kunnen we misschien zo meteen ook nog wel even over hebben. Ja, hoe de internationale werk van de toekomst en de medewerker van de toekomst eruit ziet. Bart, eerst eventjes naar jou. Je bent futurist. Je bent ondernemer. Je geeft lessen op de UvA. Op de Hogeschool Windesheim. Hoe zou je jezelf in een notendop omschrijven? Want het zijn best veel facetten wat je doet. Nou ja, de kern is eigenlijk voorwaarts kijken. En voor een deel moet je dan kijken naar hoe zou de toekomst zich kunnen ontvouwen. Ja. En wat zijn de implicaties daarvan voor het nu? En aan de andere kant is het een scherp oog voor wat er al gaande is. En wat gaat blijven en wat kan gaan veranderen. En wat fascineert je aan het onderwerp? Want er zijn weinig kleine jongetjes die denken, ik word later futurist natuurlijk. Ja, dit kleine jongetje dacht niet, hij wordt futurist. Maar dit kleine jongetje had destijds wel werd geïnterviewd door Griet Titulaar. Over de toekomst van de automatisering. En ik ben, ik geloof dat ik een jaar of 11, 12 was. En ik gaf het ene na het andere domme antwoord. Wat vol zat met basale gedachten waar helemaal niets van klopte. Waar Griet me elke keer weer op wees van, ja, het zit toch echt anders. En daar is wel een beetje de fascinatie begonnen. Griet Titulaar, Griet Titulaar. Ik had niet gedacht dat hij in dit webinar voorbij zou komen. Wat leuk nou, hier dat is hij dan weer. Even genoemd wordt. Hoe kijk je naar de toekomst? Hoe schets je dat voor je? Is dat veel kennis tot je nemen? Ja. Is het veel filosoferen misschien? Ook. Ik maak eigenlijk een onderscheid op drie manieren. Als je naar de toekomst kijkt, dan is eigenlijk de eerste fase is voorspellen. Daar komt alle kennis bij kijken. Mm-hmm. Dus hoeveel weten we nou van de toekomst? En er is best veel te weten. Het is niet zo dat het een wolk is. Nee, absoluut niet. Hè? En het zijn hele robuuste ontwikkelingen die gaan gewoon door. Dus met dat voorspellen kom je een heel eind. Dat is een hele goed startpunt. Maar ergens houdt dat voorspellen wel op. En dan ga je naar voorzien. Ja. En bij voorzien is het meer gestructureerd denken van hoe zou het zich kunnen ontvouwen. En dan is het goed om in verschillende richtingen te gaan denken. En het laatste stukje, niet onbelangrijk,
en eigenlijk belangrijker wordend, is verzinnen. Want er gebeuren toch wel hele rare dingen af en toe. En als je dat al hebt bedacht, dan helpt dat om het voorzien realistischer te maken. Ja. Heb je een voorbeeld van zoiets wat je niet had kunnen voorzien? Stel een pandemie bijvoorbeeld. Ja. Maar een willekeurig onderwerp. Ja. En je had voorzien, door het te verzinnen, dat wij allemaal niet meer fysiek bij elkaar konden komen. Wat we nu wel weer zitten, waar ik heel blij om ben. Ja. Maar het doordenken daarvan, dat helpt enorm. En waar moet je dat dan zoeken? En de meest ultieme vorm zit dat in de futurologie. Mm-hmm. Dus echt een beetje meer de fantasie. Maar ook bijvoorbeeld in science fiction. Dus zo'n serie als Black Mirror, die keer op keer ethische dilemma's voorschotelt op een manier... Hoe de technologie de toekomst gaat. Ja, dat is een heel technologie. Netflix-serie. Ja, precies. Maar eigenlijk gaat het niet over technologie. Het gaat eigenlijk over etnische... Of etnische zou ook kunnen trouwens. Maar ethische dilemma's. Ja. En hoe ga je daarmee om? En dat bereid je eigenlijk voor verrassing. En ik denk als je die drie bij elkaar pakt, dus voorspellen met heel veel kennis, veel meer dan wat je denkt. Mm-hmm. We denken vaak dat dingen onzeker zijn, maar heel veel onzekerheden zijn onwetendheden. Dus eerst het voorspellen, dan naar voorzien. En dan het toetje is verzinnen als inspiratie voor die andere twee. Dan kom je heel eind. En in deze toch data-gedreven organisatiewereld is denk ik ook heel goed om je te realiseren dat voorspellingen steeds accurater zijn, beter, maar minder lang houdbaar. En daar vergissen we ons nog wel eens in. We gaan het zo meteen gaan we filosoferen over de toekomst van de medewerker. Ik heb daar ook heel veel zin in. Ben allereerst even benieuwd, want we gaan zo meteen het eerst hebben over de impact van corona op werk. Ik ben benieuwd hoe jij thuis daarnaar kijkt. Denk je dat we door corona permanent anders gaan werken in de toekomst? Of zijn er wellicht ook mensen thuis die denken, het gaat allemaal weer terug naar normaal. We gaan misschien straks allemaal, als het weer wat kan, 5 dagen per week op een kantoor zit. Ik ben benieuwd wat voor antwoorden er zo binnenkomen. Maar eerst even naar jou, Karin. Wat denk jij? De coronacrisis. Hoe heeft dat werk beïnvloed en hoe gaat dat werk in de toekomst beïnvloeden? Nou, wat je ziet is dat, wat wij hebben gemerkt, is dat de digitalisering echt in een stroomversnelling is gekomen. Dat ergens zijn we daartoe ook echt gedwongen door deze situatie. En dat dwingt je als bedrijf wel om je heel snel daarop aan te passen. Dus bedrijven hebben zich heel snel moeten aanpassen aan het nieuwe normaal. Hoe was dat voor jou persoonlijk? Heb je veel thuis gewerkt? Ben je hier nog op kantoor veel geweest? Ik heb een beetje sam-sam gedaan. Ik merk wel dat ik het intermenselijke, dat ik dat heel erg nodig heb om mijn functie uit te kunnen oefenen. Want als je hem eigenlijk alleen vanuit huis pakt, dan wordt je functie wel heel functioneel. En bij mij gaat het erom om met bepaalde mensen bepaalde resultaten te behalen. Dus en hoe is dat dan anders dan dat je het via een Zoom of een Microsoft Teams meeting doet? Wat voor mij het allerbelangrijkste is je hebt verbale en non-verbale communicatie. En verbale communicatie kan je prima via dit soort middelen overbrengen, maar weer heel functioneel. En bij mij de manier waarop ik het liefst werk is echt non-verbaal observeren en kijken welke non-verbale signalen geeft iemand af. En dat is natuurlijk heel lastig via een camera. Dat kan eigenlijk niet. Dat vond ik niet per se heel lekker. Nee. Want je bent verantwoordelijk voor de trainee-tak. Hoeveel trainees had je lopen? Want en wat is daar nu mee gebeurd? Verantwoordelijk voor de trainees-tak, hij is eigenlijk nog breder. Nex is echt de opleider van Young Capital. Dus wij richten ons eigenlijk op de studenten, de trainees, de starters eigenlijk. Ja. En young professionals. En zorgen eigenlijk dat we altijd de brug slaan tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. En al die young professionals die bij onze opdrachtgevers mogen werken, dat werd voor hun ook ineens helemaal anders. Ja. Dus die moesten van de een op andere dag ineens van het werken op kantoor naar het werken thuis. En ik vond het echt heel... ik was echt onder de indruk hoe snel onze partners in staat waren om dat te veranderen. En waar je dat in het verleden wel eens met je partners over had, van joh, zou dat kunnen? Weet je wel, omdat onze doelgroep young professionals toch ook wel daar soms wel, wel eens de vraag stelt, zou dat kunnen? Nou, was dat eigenlijk altijd wel moeilijk. En nu, doordat je eigenlijk gedwongen bent, is er veel meer mogelijk. En je ziet dat als een organisatie gewoon zich aanpast, dat betekent ook meteen dat de medewerker zich meteen moest aanpassen van de een of andere dag. En dat heeft zoveel, vind ik, adaptief vermogen van de medewerker gevraagd. Dat vond ik echt bijzonder om te zien. En
je ziet als je als organisatie dat van je mensen vraagt, dan moet je ze ook in staat stellen om gewoon te blijven leren. Ze moesten zich heel snel gaan aanpassen, nieuwe dingen leren, ICT-vaardigheden. Ja, dat wisten we natuurlijk wel allemaal wel eens met Zoom gewerkt of met Google Hangout dan. Maar dat ineens dag in dag uit doen en dat met hele grote groepen doen, was toch wel anders. Absoluut. Ja. Ik ben zo benieuwd hoe jij er naar kijkt, Bart. Maar ik ben ook benieuwd wat de kijkers thuis hebben gezegd. Dus Eveline, wat is er binnengekomen? Wat is het sentiment van de kijker thuis? Volgens mij zijn er een heleboel mensen ervan overtuigd dat we echt wel iets anders gaan doen. Ja. Sommigen zijn behoorlijk overtuigd dat we permanent anders gaan werken. Maar volgens mij is de meerderheid nu nog van, we gaan een mix vinden. Sommigen zeggen, laten we nog één dag per week thuis werken en steeds meer digitaliseren. Mm-hmm. Of een goede mix zoeken in de werk-privé-balans. Dus er gaat wel iets veranderen, volgens mij. Eén dag in de week thuis is natuurlijk nog niet echt anders ten opzichte van de huidige realiteit. Veel mensen werken al 1 of 2 dagen thuis. Bart, hoe kijk jij ernaar? Denk je dat corona ervoor zorgt dat we permanent anders gaan werken met z'n allen? Ik denk het wel. En op wat voor manier natuurlijk. En we doen het al. En de vraag is inderdaad op wat voor manier. En of het structureel is. Ik denk ook dat het structureel gaat zijn. Want dit soort veranderingen hebben altijd structurele implicaties. Maar ook hier weer is de factor tijd denk ik heel belangrijk. Ik denk als wij vanaf vandaag een knip zouden leggen. En zouden zeggen, het is allemaal over. Alles is weer normaal. We hebben niet in het najaar nog een keer een issue met de hele corona en een lockdown. Dan denk ik dat de veranderingen een stuk geleidelijker en meer in termen van evolutie plaatsvinden dan als dit nog langer gaat duren. Mm-hmm. En dat merk je eigenlijk nu al. Als ik puur praat vanuit mijn eigen ervaring, op het moment dat die lockdown kwam, mijn agenda ging in één klap helemaal leeg. Echt in 2 dagen tijd zat ik te kijken, ik denk, er is niks meer over. Ik was in shock. En die shock, dat was vlak voor het weekend, die shock heeft door het weekend heen gedonderd als het ware. En onzekerheid waarschijnlijk? Niet eens onzekerheid. Dat was meer shock van, kan dit? Zit ik zelf in een uitzending van Black Mirror? Wat is er aan de hand? Daar komen we doorheen. En dan begint de weerstand. Van, ik moet iets nieuws gaan doen. Iets op een andere manier doen. Ik heb daar geen zin in. Ik wil terug naar het oude. Er is iets van me afgenomen. Ja, en kunnen we snel terug. En dan vervolgens. Ja, dan komt er een boeiende fase van een beetje acceptatie, maar ook ontdekkingen. Mm-hmm. En nou ja, dat mooie in jouw verhaal net, Karin, dat ineens ontdek je weer nieuwe vormen, nieuwe manieren van samen zijn, connecties maken. En ik moet eerlijk zeggen, bij mij begint echt het weer te bruisen van dat dingen die ik voorspelde, maar wat ging dat allemaal traag, die beginnen ineens heel versneld komen. Dus de toekomst is nu. Dat is wel prettig. Dat is heel prettig. Nou ja, prettig. Bevestiging is altijd leuk. Uitdagingen. Ja. Ja. En je ziet ineens ook heel veel nieuwe opties, nieuwe verrassende wendingen. En tegelijkertijd, ik zeg dat, maar tegelijkertijd zie ik ook polarisatie plaatsvinden. Dus ik zat gisteren in zo'n hele grote Zoom-conferentie. Mm-hmm. En daar zat 60, 80 man. En het leuke is dat ik zie niet alleen mijn 60 en 80 man, wat je in een theater ziet of iets dergelijks, maar ik zie ze allemaal zitten in hun huisomgeving. Ja. En de een die zit in een riante woonkamer, de volgende die zit in een heel klein washokje, dan zit er iemand in een garage. De kledingkamer heb de ik kledingkamer, de keuken, et cetera. Dus je ziet heel veel verschillen zie je ontstaan. Ja. Maar waar ik benieuwd naar ben, en dat zei Karin wel, je mist met die Zoom is heel veel non-verbale communicatie. Kleine handgebaren, iemand aankijken. Ja. Hoe ervaar je dat? Want je geeft waarschijnlijk nu ook les op afstand. Ja, helaas wel. Ik moet zeggen dat ik ben nog steeds in een vorm van weerstand. Mm-hmm. En tegelijkertijd. Het scheelt heel veel reistijd. En er zitten voor- en nadelen aan. Kijk, het voordeel is dat doordat je wat minder alert bent op allemaal cues en gevoeligheden, je kan er ook zakelijker van worden. Dingen die voorheen heel moeilijk waren, blijken ineens een stuk makkelijker te realiseren. Ja, want we zijn feitelijker, we hebben meer argumentatie. We laten elkaar ook wat beter uitspreken, omdat we niet meer door elkaar kunnen heen praten. Nou, dat helpt. Maar op het moment dat het complex wordt en dat het wel degelijk een sociaal-emotionele lading nodig is, dan schiet het ook wel tekort op onderdelen. Maar ook heel pragmatisch bijvoorbeeld. Kijk, als wij normaal. Maar dan even terugkomen, voor jou wordt het waarschijnlijk dus een mix in de toekomst. Ja, het wordt altijd een mix. Het is nooit 100% thuis, 100% kantoor, locatie, lesgeven.
Nou, kijk, ik vraag me wel af wat de toekomst wordt van het kantoor. Mm-hmm. We zijn nu bij Young Capital, groot gebouw, voor een groot deel nog leeg. De vraag is hoeveel gaat er weer gevuld worden? Ja. En als het gevuld gaat worden, wat is de aard van de vulling? Ja. Want we ontdekken dat we een heleboel wel op een andere plek kunnen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst ben ik benieuwd of er vragen zijn binnengekomen van jou, de kijker, Eveline. Er zijn nog geen vragen binnengekomen van de kijker. Maar ik moet er even bij zeggen, we hebben wel wat vertraging op de chat. Dus het kan zijn dat ze over een minuutje allemaal binnenstromen. Nou, als je vragen hebt over het thema vandaag, de werknemer van de toekomst, het bedrijf van de toekomst, stel ze gerust in de chat, dan worden ze zo meteen behandeld in de uitzending. Ja, je noemde al even, Bart, het kantoor bij Young Capital. Het is waarschijnlijk een stuk leger dan normaal. Toch zie ik wel wat mensen her en der rondlopen. Ja. Vorig webinar hadden we CEO Ineke Kooistra. Die zei ook, nou, ik ben eigenlijk wel 5 dagen in de week op kantoor te vinden. Ja. Hoe merk je dat het hier verschilt en hoe denk je dat het zal gaan verschillen in de toekomst? Ja, ik denk zijn die kantoren nog wel nodig? Ik denk deels wel. Ja, ik denk dat wij de vraag of je je werk goed vanuit een thuissituatie zouden kunnen doen, dat heeft ook heel erg te maken met de functie die je bekleedt, je eigen karakter, je eigen rol die je bekleedt. Ik vind dat daar zit een heel groot verschil in. Als je functie heel, ja, bijvoorbeeld controllers binnen onze organisatie, business controllers, ja, die kunnen dat in betere zin, vind ik, dan een recruiter. Want uiteindelijk wil je wel weer, zitten wij wel als met Young Capital in een human business. Dus dat gaat er wel om dat je wel dat persoonlijke contact gaan hebben om uiteindelijk echt die goede keuze te maken. Dan moet je mensen toch even voorzien, dan wil je mensen voorzien bewegen. Je kan heel veel automatiseren. Ik geloof wel echt dat er nog meer geautomatiseerd kan worden in onze recruitment, in het recruitmentvak. Maar uiteindelijk blijft de kers op de taart toch wel dat intermenselijke contact. Is misschien ook al een klein beetje arrogantie van ons gedacht, hè? Ik noem even ons, maar misschien de bredere maatschappij, ja, dat we denken dat permanente thuiswerken of vaak thuiswerken ook maar kan. Dat zijn natuurlijk heel veel beroepen. Die moeten gewoon fysiek of orderpickers, ja, of daarom schoonmaken. Dus we denken ook dat iedereen nu vanuit een thuissituatie aan het werk is. Maar dat is by far niet het geval. Ik denk dat er heel veel sectoren zijn. Je noemt het al, de logistieke sector, maar ook de zorg. Er zijn zoveel sectoren die gewoon door blijven draaien. Wij zitten in de zakelijke dienstverlening. Dan kun je dit soort keuzes maken. Maar er zijn ook heel veel sectoren, daar kan je geen keuze maken. Want dan vindt het werk daadwerkelijk gewoon echt gewoon plaats op de plek waar het proces zich afspeelt. Nou, ja. We kunnen even filosoferen. Wat denk je dat de functie van het kantoorgebouw gaat zijn? Nou, ik denk spot on wat Karin net zegt. Ik denk dat de kern wordt een ontmoetingsplek. De behoefte om elkaar te zien en de functie waarbij je elkaar moet gaan zien. Ja. Misschien dus minder het uitvoerende werk, wat nu veel op kantoor gebeurt. En meer de intermenselijke factor daarin. Ja, voor zover het in jouw sector uitvoerend achter een bureau plaatsvindt. Dat is waar. Ja. Want daar zie je inderdaad wel hele grote. Ik vind sowieso dat deze hele situatie sectoren op totaal verschillende manieren raakt. Maar terug naar dat thuiswerken of op afstand werken. Kijk, wat we nu wel allemaal meekrijgen, en ik denk wel dat robuust is. Mm-hmm. Als je in deze situatie zit waarbij je thuis moet werken, dan ga je ontdekken dat je ook heel goed thuis kan werken. Dat wil zeggen, even in aanmerking nemen, dat die context prettig is. Maar er wordt hard aan gewerkt. En nu is de vraag, als het kantoor weer die ruimte biedt, in hoeverre zijn wij dan bereid, genoodzaakt, vinden we het prettig, om weer terug te gaan naar dat kantoor, mm-hmm, voor iets wat we ook thuis kunnen doen. Ja. In onze eigen tijd, met onze eigen middelen, die best wel goed zich zouden, als de tijd vordert, wordt dat steeds beter. En dan krijg je toch andere afwegingen. Want waarom, als ik naar het kantoor in Young Capital moet, en ik woon zelf in Amersfoort en dan moet ik naar Hoofddorp, waarom zou ik om 8 uur in mijn auto stappen? In een file. In een file. Met z'n allen. Precies, in een treintje. Voor een regulier overleg, wat eigenlijk elke week hetzelfde is, waarvan, als we eerlijk zijn, het prima via Zoom kan, want we kennen elkaar al. Ja. Ja, dan heb ik niet meer zo'n behoefte wellicht. Maar gaan de kantoren er denk je ook anders uitzien dan de standaard bureaus die we nu kennen? Een paar planten in dit geval, maar... Ja. Hoe gaan we filosoferen eens mee? En filosofeer ook thuis even mee. Hoe denk je thuis dat het kantoor eruit gaat zien? Beschrijf het eens in de chat. Maar hoe denk jij dat het gaat zijn? Nou, ik denk, kijk, als kantoren primair een ontmoetingsplek worden, dan zal je ook zien dat het qua inrichting ook ontmoetingsplekken worden. En hoe dat... Een soort koffiebarretje stel ik me voor? Nou ja, kijk, ik denk dat we veel kunnen leren van de wereld van ZZP'ers momenteel en freelancers en independents.
Want die zitten eigenlijk al jarenlang in deze situatie. En wat is hun favoriete werkplek? Waar zitten zij eigenlijk? Nou ja, die zie je heel vaak. Zie je die in die barista-cafeetjes zitten of in die bibliotheek als ze zich moeten concentreren. Co-working spaces. Ja. Je ziet ook dat ze daar heel erg in variëren. Ja. Ze hebben geen zin om altijd maar in datzelfde cafeetje te zitten. Dus je ziet ze heel makkelijk, zie je ze verschuiven naar gelang de omstandigheden daarom vragen. Mm-hmm. En ik denk dat geldt eigenlijk ook voor organisaties. En veel organisaties waren daar al mee bezig, op die manier. Maar het vaste bureau op de vaste afdeling met de vaste faciliteiten door de organisatie bepaald. Nou, daar gaat wel discussie over plaatsvinden, denk ik. Als je vanuit het perspectief kijkt van ik ben een professional en ik wil mijn werk goed kunnen uitvoeren. En je ziet dat we nu een enorme impuls geven aan autonomie. Je bent ook daadwerkelijk verantwoordelijk voor de invulling van je eigen vak. Dan ga je ook eisen stellen en dingen ontdekken. Bring your own device was al een tijdje, natuurlijk al logisch. De norm geworden. De norm. Ja. Yeah. Maar bring your own software, nou daar gingen vaak bedrijven nog even over. Ja. Ja, maar ik heb nu zoveel ontdekt. Ik heb geen zin meer om in dat keurslijf. Ja. Dat software stramien. Precies. Software keurslijf. Dat is exact. Een mooi woord voor het jaar. Ja. Te zijn. Dus daar gaat denk ik veel veranderen. Ik ben benieuwd wat mensen thuis denken. Eveline, zijn er al ideeën binnengekomen over hoe het kantoor van de toekomst eruit gaat zien? Arthur Scheen die zegt dat het kantoor van Microsoft al jaren slechts een ontmoetingsplek is. Ja. Dus Arthur, ik ben eigenlijk best wel benieuwd hoe dat er dus uitziet in real life. Ja, het is een leuk kantoor. Misschien bij Schiphol. Ja. Oh, jij kent het. Samenwerken met Spaces. Ik denk dat ik daar 10 jaar geleden al een keer ben geweest. Toen vond ik het op dat moment wel heel... Prachtig verbouwd ook voor nieuw, het 2 jaar. En je had lokkertjes en je had geen vaste plek meer. Dat was voor die tijd, 10 jaar geleden, vond ik het al heel vernieuwend. Ja. Ja, en dat is interessant, want Microsoft heeft zijn eigen lockdown toen georganiseerd. En dat kantoor, moet je even uitleggen? Nou, dat kantoor moest een ander kantoor worden ja. En er was geen alternatief. Dus ze zijn verspreid. Iedereen had ineens geen werkplek. Ah, en dat dus moest wel. Ja. mandatory lockdown. Ja. Maar ik weet ook van mensen die daar werkten, die werden dan gevraagd van, joh, je mag nog maar 1 dag... per week op kantoor zijn. Die tijd, hè? Ja. Nou, de mensen die daar werken, daar ben ik helemaal niet blij mee. Ik mis dat sociale aspect. Ja. Ik vind het maar helemaal niks. Mensen worden ook veel productiever. Wat moet ik hiermee? Is het echt dat sociale aspect? Dat moeten we ook niet onderschatten, hoor. Het wordt wel heel functioneel je functie uitvoeren. Ik denk dat mensen zijn toch wel sociale dieren. Ja, maar de vraag is waar dat sociale plaats moet vinden. Ja. He, want daarvoor is het kantoor is niet de enige faciliteit voor sociaal contact. En daar denk ik gaan we veel in veranderen. He, dus dit prachtige gebouw van Young Capital is denk ik over een aantal jaren een heel, als het dit gebouw zo bestaat zoals het nu bestaat, is het een heel open gebouw. Waar ook heel veel andere niet Young Capital mensen aankomen, samen commuten, hun ding doen en weer weggaan. En dat zie je nu wel gebeuren. Veel organisaties zeggen hun huurcontracten op. Mm-hmm. Niet zozeer omdat ze alleen maar denken vanuit een mooie kostenbesparing, maar ook de aard van ons kantoor gaat anders worden. Wij moeten gaan nadenken over een andere, betere context voor de situatie na deze fase waar we in zitten. Is er misschien nog een ander idee binnengekomen? Heeft iemand een creatieve uitspatting bedacht van, nou ja, zo kan een kantoor in de toekomst eruit zien? Nog niet per se. Wat wel interessant is, vind ik, is dat Nicolette zegt, ik ben het niet helemaal eens met Bart. Er zijn ook heel veel mensen die veel waarde hechten aan een vaste werkplek. Ook al is het maar voor enkele dagen per week. Heel goed. We houden van tegenspraak hier. er zijn natuurlijk ook mensen die mensen zijn ook gewoontedieren. Dus die willen ook graag hun eigen plek hebben. Ja. Eigen fotolijstje misschien op het bureau. Wat moeten die mensen zich maar schikken naar het collectief? Of kunnen we daar ook een beetje mensen in faciliteren? Ja, ik denk een mix. Ik denk, kijk, het is zeker niet zo dat iedereen nu in een soort van zwerm uitvliegt en ieder vindt zijn eigen ding. Maar, dus ik ben het met Nicolette eens dat er veel mensen zijn die inderdaad die vaste werkplek nodig hebben, functioneel. Mm-hmm. En die dat ook heel prettig vinden, dat denk ik ook. Maar tegelijkertijd denk ik dat op dit moment constateren heel veel mensen ook dat hun huidige vaste werkplek beperkt is. En dat een reële werkplek, waar ze nu zitten, thuis, dat die wel wat beter uitgerust mag gaan worden. En dan zie je op een gegeven moment een verschuiving ontstaan. En niet bij iedereen, daar ben ik het helemaal mee eens hoor. Maar dan zie je een verschuiving ontstaan. En dan wordt het interessant om in scenario's te gaan denken. Wat nou als mijn medewerkers thuis het beter voor elkaar hebben
dan wat ik ze kan bieden met mijn werkplek hier, die ik ze aanreik. Ja. En dan ben ik wel benieuwd, wat zou de rol moeten zijn daarin van organisatie om dat te faciliteren? Wat denk jij, Karen? Nou, wij merken dus dat onze gemiddelde leeftijd is 27 jaar. Wij gaan er allemaal vanuit, ik ben wat volwassener dan, 38? Nou ja, volwassen niet, maar wat ouder. Maar ja, je hebt gewoon een huis, je hebt verschillende kamers. Je hebt als het kan nog eventjes een aparte kamer waar je een kantoortje hebt ingericht. Maar er zijn ook... Weet je, bij jullie zijn er ook heel veel mensen. Die wonen met meerdere mensen in een huis. Die hebben die ruimte helemaal niet. Die zijn de hele dag zitten ze eigenlijk op hun bed. Ja dat is, dan krijg je dus ook gewoon. Nou, ergonomisch niet goed. Daar gaat Arbo niet blij helemaal mee zijn. Helemaal niet. Dus die bezwaren kwamen ook op ons af. Dat mensen zeiden, ja weet je, ik heb gewoon geen ruimte. Nee, om ik, heb dat, ik kan dat niet goed inrichten. Ik wil, en hier hebben wij het natuurlijk gewoon goed ingericht. Ja. Dat hebben wij eigenlijk allemaal gefaciliteerd. Dus wij zeiden, joh, kom alsjeblieft deze kant op. Als wij gewoon hier heel goed, nou, we hebben het op 1,5 meter ingericht allemaal. Je ziet het, overal hangt het. En we moeten ons er gewoon goed aan houden. Ja. Maar dan heb ik echt 100 keer liever dat ze hier zijn. Dat we ze hier een goede werkplek kunnen bieden. Dan dat je dat vanuit huis, dat je ze eigenlijk dwingt om dat allemaal zelf te organiseren. Ja. Ja, ik wil het soms ook hebben over de organisatiestructuur, of die misschien gaat veranderen in de toekomst. Is er misschien nog een vraag van de kijker binnengekomen, Eveline? Jazeker, Wim Snijders die wil graag weten, hoe kijken jullie aan tegen het opleiden van nieuwe medewerkers vanuit deze thuiswerksituatie? Nou, dat gaan we aan opleidingsexpert Karin vragen. Hoe leid je mensen op afstand? Ja, dat was voor ons ook echt... uitzoeken. Weet je, wij bieden in alles wat we doen opleiding aan. Dat staat helemaal centraal. Wij werken met externe opleidingspartners en particuliere hogescholen. Dus wij zitten daar en we zijn er echt de spil in. Je bent ook een eigen geaccrediteerde HBO-opleiding. Ja, maar doen we dan wel ook weer met een partner. En eigenlijk op het moment dat deze situatie ons, nou ik kan wel zeggen, overviel, hebben we eerst echt met elkaar echt wel heel erg intensief gesproken van hoe ziet dit eruit. En we hebben ook even gezegd, we gaan eerst even uitzoeken hoe we dit samen gaan doen. Want onderwijs is zo belangrijk dat als je dat doet, dan moet je het goed doen. Dat ga je niet half doen. En wat merk je erin wat goede do's en don'ts waren? Want we zijn nu een paar maanden verder. Dus je bent vast, heb je wat dingen gemerkt van, nou dit ging wel goed. Dit moeten we toch anders organiseren. Ja, je bent ook heel erg aan het zoeken met de vorm. Wat is dan de juiste vorm? Welk middel ga je gebruiken? Dat was in eerste instantie de zoektocht. Nou, dan ga je ook zorgen dat je met iedereen in gesprek gaat. Van, is iedereen op de juiste manier equipped? Ja. Wat heb je de juiste tooling om überhaupt zoiets te volgen? Ja, en ook de leraren, want wij werken dan met een externe club van leraren. Nou, de een ging dit ook beter af dan de andere, hoor. Dat ik dacht van, weet je wel, de kwaliteit van de les is dan wel heel erg afhankelijk van de soort ICT-skills van die persoon. Dus dat was wel even een uitdaging. Dus je moest niet alleen de leerlingen begeleiden, je moest ook de docenten nog eens begeleiden. Ja, je moet wel zorgen dat het aan blijft sluiten met elkaar. En dat daar niet de kwaliteit mee naar beneden gaat. Ja. Omdat het dan eenmaal de leraar nog in alles wel bepalend is. Ja, je kan heel veel peer-to-peer trainingen doen, dus samen leren. Dus je kan wel verschillende vormen wat meer gaan proberen. Maar uiteindelijk is wel echt learning by teaching en daar een leraar echt voor zetten. Ja, dat zit er toch wel als kern ook in. Nou, laten we een leraar in ons midden hebben. Bart, hoe bewaak je die kwaliteit op afstand in kennisoverdrachtsvormen? Ja. Je bent er nog niet helemaal uit. Nee, ik moet je eerlijk zeggen. Kijk, ik denk, als je het nou hebt over de toekomst van werk en organisaties, echt agenda punt nummer 1, leren, 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 leren. Continu leren. Ja. Maar ja, dat is een riedeltje, dat roepen we al jaren. En niemand neemt er de tijd voor. En, nou ja, ik denk dat heel veel mensen er de tijd voor nemen. Maar ik denk dat er een verschil is tussen formeel leren en informeel leren. Formeel leren zijn de opleidingen. Ja. Nou, in de meest uitgebreide vorm kom je in de accreditatieachtige contexten van de scholen met de klassieke opleiding, et cetera. Maar met name op het informele leren, denk ik dat wij in de afgelopen 2-3 maanden ongelooflijk veel hebben geleerd. Iedereen. Iedereen moest een keer software eigen maken die ze nooit hadden gebruikt. Precies. Ja. En hoe ga je werken en hoe ga je dat doen en hoe werkt het? En dat is micro leren. En ik denk dat daar veel meer aandacht en impact uit gaat ontstaan. Maar hoe we dat moeten doen, hoe we dat moeten faciliteren, wat wel werkt en wat niet werkt, is een groot experiment. Ja. Heb je zelf iets gemerkt waarvan je zei,
hey, dat had ik niet gedacht dat het van tevoren zo goed zou werken. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik ben heel erg van de interactie met mijn publiek, zeg maar. Ja. Hè? Of nou studenten zijn of mensen uit het bedrijfsleven. En de workshopruimte is daarin natuurlijk fantastisch. En daar hebben heel veel bedrijven ook fors in geïnvesteerd. Van hartstikke goed uitgeruste workshopruimtes. En even het meest basale, de whiteboard, de flip-over, de stiften, de memootjes, et cetera. En in de afgelopen maanden hebben we moeten leren dat workshops gewoon online ook kunnen. Ja. En wat mij is opgevallen, is dat ik in mijzelf, hè, dus mijn eigen leerervaring, dat ik zo van, nou ja, je gebruikt dat wel eens en ala. Maar nu het echt serieus wordt, moet ik er ook echt serieus werk van maken. En zie ik dat eigenlijk de digitale workshop faciliteiten beter zijn dan de fysieke workshop faciliteiten. Even los van het sociale component, want die mis je wel degelijk. Ja, ja. Maar een whiteboard, om een heel praktisch voorbeeld. Een whiteboard in een kantoor heeft een afmeting van, nou, laten we voor het gemak zeggen, 1 bij 2 meter. Dan hebben we een dagdeel, een workshop, dan moet ik weg, dan moet dat helemaal opgeruimd worden, dan moet ik alles overtikken, bij wijze van spreken, of verwerken. Maar een digitaal whiteboard kan je door veel meer mensen laten participeren in die ruimte. Mm-hmm. Het is oneindig groot. Ja. Je hoeft niks vast te leggen, want 2 dagen later kan je gewoon verder waar je begonnen was. Nou ja, daar zitten enorme voordelen van. Ja. En dit zijn van die kleine dingetjes, het lijkt niks, maar het is heel belangrijk. En in een wereld waarin we steeds meer te maken krijgen met vraagstukken die niet zozeer gecompliceerd zijn, hè, dus waarvan we weten hoe het precies moet, alleen het is een beetje ingewikkeld, maar die complex zijn, we moeten dingen gaan ontdekken, mm-hmm. Ja, is het universum wat zich oprekt met dit soort middelen. Ja. Daar ben ik laaiend enthousiast over. Mm-hmm. En hebben we ook keihard nodig, denk ik. Misschien hebben mensen ook thuis nog wel tips hoe je goed digitaal kan samenwerken met die whiteboard. Misschien software, tips, misschien middelen, misschien methodes, hoe je zo'n vergadering goed kan organiseren. Laat het vooral even weten in de chat, daar help je ook de andere kijkers namelijk weer mee. Voordat we nog even gaan over dat organisatievraagstuk, gaat dat veranderen? Ja. Ben ik benieuwd, is er misschien nog een vraag binnengekomen van de kijker thuis? Ja, een hele interessante vraag van Johan. Hoe kijken jullie tegen aan de ene kant de war on of for talent? Mm-hmm. Ik weet het eventjes niet. En aan de andere kant het beëindigen van traineeships aan. Want organisaties die zetten nu traineeships stop, hè, dus er stromen geen mensen meer in. Maar een paar maanden geleden vocht elk bedrijf nog om jong talent. Ja. Johan vraagt, wat vinden jullie ervan? Mooie vraag inderdaad, dankjewel daarvoor. Mensen inderdaad vochten om de beste mensen. Ja. In één keer is er, nou niet overal, maar op veel plekken een totale vacaturestop. Ja. Ja. Merken jullie misschien ook, wat zijn jouw gedachten daarover? Want ja, de behoefte natuurlijk aan goede, jonge, welwillende medewerkers, die moet er nog steeds zijn. Ja, die is van alle tijden. Dus dat, ik denk dat iedereen eventjes iets in de vertraging is gaan zitten. We waren natuurlijk allemaal krappe arbeidsmarkt, allemaal groei. Het kon allemaal niet gek genoeg. En ineens de handrem wordt aangetrokken. Ineens. En ik denk dat dat ook wel even goed is. En ik denk dat de vraag en de behoefte aan jong talent, frisse blikken, nieuwe kennis, die blijft. En ik denk Dat uiteindelijk ook aan ons en aan organisaties is om te zorgen dat je opgeleide talent goed weet te plaatsen. Dus niet meer met halve skills of met halve vakkennis de arbeidsmarkt opsturen, maar zorgen dat ze gedegen opleiding hebben, waardoor ze eigenlijk gewoon wel gewoon direct inzetbaar zijn en ook direct productief zijn op hun werkplek. Ik denk dat daar een grote verantwoordelijkheid ligt. En in het verhaal wat gevraagd werd, echt die traineeships, dat zijn echt de management traineeships, mm-hmm. zo schat ik zo in bij grote organisaties. Ja, dan ga je meerdere afdelingen van een organisatie ga je in en ga je meerdere perspectieven krijgen. Ik denk dat blijft ook. Maar ik denk dat we even allemaal een pas op de plaats hebben gemaakt. Maar het is ook natuurlijk voor de continuïteit van organisatie is het belangrijk. Om doorstroom. Zeker weten, te want de vergrijzing is er niet minder om geworden. Dus dat denken we allemaal. Maar waar hebben we het over? We hebben het over een tijdsbestek van 3 maanden. Dit blijft. We hebben nog steeds een omgekeerde piramide. Ja. Dus, maar we moeten weer even allemaal weer eventjes. Ik denk wat jij net zo goed zei, hoe ik het ook heb ervaren. Er was eerst drama. Toen gingen we allemaal dingen fixen met elkaar. Nou, en nu zit je weer in een situatie dat je kan kiezen, dat je weer kansen gaat creëren. En dan is het ook, vind ik, aan ons om weer eigenlijk dat potentieel ook van jong talent, om daar weer voor te gaan staan. En te zorgen dat wij hun de kansen bieden om zichzelf te ontwikkelen. Ja. Bart, we hebben het al jaren
Hebben organisaties het over zelfsturing of over meer zelfsturing, over medewerkers meer autonomie geven over de keuzes en beslissingen en de route waar het bedrijf naartoe gaat? Door die coronacrisis, dat we meer zijn gaan thuiswerken, denk je dat het een vorm van zelfsturing versnelt? Of zijn bedrijven misschien juist hiërarchischer geworden, omdat je op afstand wat meer duidelijk moet zijn in wat je wil? Ja, dat is een boeiende vraag. Kijk, ik denk dat iedereen, doordat we heel veel leren, denk ik dat er veel meer zelfsturing bij mensen op dit moment ontwikkeld wordt. En als je dat doorzet, en dan komt die tijd weer, hè, dus als wij doorgaan in de manier waarop we nu moeten werken, dan zal je zien dat die zelfsturing gaat ook over in zelfovertuiging. En die zelfovertuiging leidt tot meer autonomie, professionele autonomie. Mm-hmm. Yeah. En professionele autonomie leidt tot, ik ben degene die zelfstandig keuzes kan maken, omdat ik overtuigd ben dat ik richting kan geven aan de wijze waarop, voor wie, wanneer en waar ik werk. Mm-hmm. En wat ik spannend vind, in dit tijdsgevricht, we hebben de flexibilisering van de arbeidsmarkt, die hebben we nu al jaren zien we dat gaan. Daar is gedacht vanuit hele oude kaders. Mm-hmm. Toen het crisis was van ja, bang voor de werkloosheid en dan gaan ze maar ZZP'er worden. Nou, dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Vervolgens, de ZZP'ers in deze fase, ze hebben helemaal geen sociaal vangnet. Ze gaan allemaal weer in vaste dienst, wat een deel ook daadwerkelijk wel zal gaan doen. Maar wat ik heel spannend vind nu, is dat als wij hierin verder gaan en dit zich gaat ontwikkelen, dan gelijk daarin zie je dat we steeds meer specialist aan het worden zijn. Onze professie wordt een steeds meer ontwikkelde professie. En dan wordt het interessant wat mensen met die professie gaan doen. En dat vind ik wel interessant ook in de vraag van de war for talent. Daar zit nog steeds een soort van gedachte in dat de organisatie de mens als een asset kan gaan pakken, als het ware. Mm-hmm. Je bent bij mij in loondienst. Ja, jij bent van mij. Jij bent van mij. En ik ga jou ontwikkelen en smeden en boetseren. Binden, boeien, ja. Dan, ja, binden en boeien. En dan gaan we die ladder op en dan laten we je de hele organisatie zien. En dan ben je klaar voor directie of iets dergelijks uiteindelijk. Ik praat nu een klinkt beetje heel vanuit... Spannend allemaal. Ja, ik ging ook mee die ladder op. Ja. Ik denk dat er een hele andere variant plaats gaat vinden. Ik denk dat er een plaats gaat vinden. En nogmaals, ze zijn langs elkaar. Maar ik denk dat er een variant gaat plaatsvinden. Dat wij als autonome werkers ons steeds bewuster gaan worden dat wij heel goed werk kunnen afleveren op verschillende plekken. En dat niet zozeer de war for talent de vraag gaat worden, maar meer de vraag, waar is het talent wat ik op dit moment tijdelijk nodig heb, mm-hmm, om samen met andere talenten die complexe uitdagingen aan te kunnen. En, dus er komt meer autonomie bij de medewerker, hoor ik je zeggen. Denk ik. Als dit lang genoeg duurt. Hè? Ja. Neem niet weg dat er heel veel mensen moeite hebben om aan te haken. En daar hebben we denk ik wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid ook met elkaar. Dat zullen we wel samen moeten doen. En wat ik mooi vind in deze fase van de crisis, is dat als je ziet hoeveel we moeten leren, en je ziet dat we heel veel samen moeten leren, want heel veel moeten we samen doen. Het valt mij op dat er heel veel tolerantie is naar elkaar toe om in verschillende stadia van het leerproces te zitten. Dus kijk, als jij al helemaal weet hoe je moet videoconferencen, et cetera, dan zie je dat mensen erin schuiven die dat allemaal nog niet zo doorhebben en die ongeveer een kwartier van de vergadertijd roepen, ik hoor niks. Ja. Ik ken allemaal de bingo kaart, hè? De exact. Zoom video bingo kaart. En nu zitten we in die tolerantie waarbij we onderkennen, oké, we zitten hier anders in. En ik hoop dat we dat vasthouden tot op zekere hoogte om dat erin te houden en elkaar daarin mee te gaan nemen. Dat is niet zo makkelijk te reguleren. Ja. Dat is veel meer van, kunnen we dat met elkaar? Ik denk als dat doorgaat, zetten. In combinatie met de autonomie en de bewustwording daarvan en de complexe uitdagingen die organisaties hebben, dan zal je zien dat zo'n werkgever veel meer een opdrachtgever wordt, dat de mensen een al dan niet vaste tijdelijke participatie hebben daarin. En dat zie je binnen organisaties, maar dat zie je ook tussen organisaties en dat zie je eigenlijk ook organisatieloos al ontstaan. Ja. Dus grote uitdagingen waar we met z'n allen aan moeten gaan werken. Karin, dat is een mooie toekomstvisie. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Je hebt allemaal jonge, eager mensen klaarstaan om het bedrijfsleven te gaan bestieren. Ja. Hoe denk jij? Denk je dat ze in de toekomst meer autonomie gaan krijgen? Meer zelfstandigheid? Meer zelfstandige beslissingen binnen die bedrijven? Ja, ik denk zeker weten. Ik denk dat daar zijn we nu al toe gedwongen. Wij,
We hebben veel junioren in dienst bij onze opdrachtgevers. Ja, die zaten ook gewoon vanaf, die zijn eigenlijk nog zelfs vanaf huis ingewerkt. Dus ja. dat is natuurlijk een basis van vertrouwen waar je u tegen zegt. Maar ja, tegelijkertijd hoor ik ook inderdaad Bart zeggen van je moet mensen ook meer meenemen daarin. Je kan misschien niet verwachten dat mensen dat uit zichzelf hebben. Maar zeker als je junior mensen hebt, in hoeverre kan je daarvan verwachten dat ze zo zelfstandig gelijk opereren? Nee, ik denk dat doe je samen. Ik geloof heel erg in dat je als organisatie, als je daar een bepaalde wendbaarheid in laat zien, dan gaan mensen daarin mee. Dat is een bepaalde cultuur die je schept. Mm-hmm. En dat is een basis. Weet je, dat is voor mij niet meer dan een driehoek met verantwoordelijkheid, vrijheid en vertrouwen. En als je dat goed met elkaar weet te organiseren, dan kan je een heel eind komen. Maar je denkt dus niet dat er meer, zeker op afstand, meer hiërarchie nodig is om de mensen mee te krijgen? Juist niet. Nee, ik denk dat we eigenlijk steeds meer de verschuiving zullen gaan krijgen van de soort van dominante organisatiestructuur. Dus echt verticale organisatiestructuur. Je ziet dat die veranderingen zal gaan, dat het meer horizontaal wordt. Dat je meer interdisciplinair met elkaar gaat werken. Dat je ziet dat als bedrijven dat goed organiseren, dat je ook je medewerkers meer vrijheid en mandaat kan geven om snelle beslissingen samen te nemen. En ik denk uiteindelijk, als je als bedrijf echt toekomstgericht wil zijn, dan moet je zorgen dat je een situatie creëert waar je snel efficiënte beslissingen kan maken. Als jij zo'n wendbaarheid. Ja, als jij zo'n soort agile organisatie, maar als jij zo'n logge machine blijft, echt een machine waarbij je van bovenaf elke keer of van onderaf beslissingen naar boven, naar beneden. Ja, dan ga je zoveel missen. Dan ben je elke keer net te laat. En ik denk dus, het zit hem niet in de grootsheid van de organisatie of hoe slim je bent, maar meer hoe je bent georganiseerd met elkaar. Dus het zullen ook, hoe ik me voorstel, iets meer van die levende organismes gaan worden. Dat het allemaal met elkaar gaat communiceren en niet zo top-down. En dat is het mooie, denk ik, in deze crisis. Om dit voor elkaar te krijgen, waren er heel veel belemmerende argumenten waarom het niet kon. Kwaliteit, verantwoordelijkheid, allemaal van dat soort dagen. Je voldeed niet aan je diploma's, bij wijze van spreken. En wat je nu ziet, stukje sociale controle. Sociale controle. En wat je nu ziet, is dat door de omstandigheden konden we daar geen beroep meer op doen. Ja. En nu blijkt het eigenlijk best wel mogelijk te zijn. En een van de boeiende dingen die mij echt fascineert, waar gaat dit naartoe, is als we nou weer zometeen normaal gaan doen, gaan we dan normaal terug naar dat oude en die belemmeringen, of nemen wij alle ervaringen mee en zeggen van, het was inderdaad onzin. Die manager voor controle was inderdaad niet nodig. Al die spreadsheets die je allemaal moest invullen om te verantwoorden dat jij goed bezig was, dat had toch niet zo heel veel effect. Oké, dat doen we niet meer. Vertrouwen, meer vertrouwen. Vertrouwen inderdaad, maar tegelijkertijd ook. Maar ook een duidelijk kader scheppen. Precies. Ik denk dat heeft iedereen wel nodig. Want het kan allemaal. Wij merken heel erg met onze doelgroep, er is echt behoefte aan een duidelijk kader. Precies, je kan dus niet mensen helemaal vrij laten. Nee. Dat het is van jongens, dit is onze missie. Werk er maar aan mee. Nee, wij horen vooral dat dan mensen dan zeggen, ik wil wel even snappen waar ik me. Ik wil me wel vrij mogen bewegen. En mijn eigen beslissingen wil ik nemen. Maar ik wil dat wel in een bepaald kader doen. Want dan ben ik minder zoekende. Ja. Ja, klinkt ook wel een beetje als willen eten van twee walletjes. Dus ik wil en die hele vrijheid, maar ik wil ook dat je me wel vertelt hoe ik die vrijheid moet inrichten. Ja, ik denk het wel, dat je wel het wat neerzet en het hoe mogen ze dan echt wel zelf ervaren. Maar het wat vind ik wel dat je dat als organisatie wel grotendeels moet neerzetten. Ja, zie jij daar nog een verschil in? Ja. Want je geeft les op een hogeschool, de UvA, je werkt ook met professionals samen. Is er nog een generatieverschil? Ben ik benieuwd. Nou ja, natuurlijk is er een generatieverschil, want oudere generaties hebben hun verleden die nieuwe generaties niet hebben. En nieuwe generaties hebben nog een onbeschreven toekomst die veel langer is. Dus ja, daar zijn wel verschillen. Als je het gaat hebben over generaties, dan krijg je ook heel vaak meteen dat mensen zichzelf er niet in herkennen. Maar kijk, elke generatie heeft bepaalde waarden en een context waar die gepokt en gemazeld door is geworden, omdat dat nou eenmaal het startpunt was. Kijk, ik ben zelf groot geworden in de jaren 80 qua schoolopleiding. En ik ben bijna 50. En een van de dingen die heel belangrijk was bij ons, was zelfontplooiing, tussen haakjes, en profilering. Boekjes als Hoe word ik een rat?
dat waren boekjes, die waren goed gelezen. Want dat was, ja, je moest een beetje een rat zijn om hoog te komen. Beetje ellebogenwerk. Een beetje ellebogenwerk. Wat daar expliciet niet in zat, was samenwerken. Ja. Dat zat gewoon niet in het educatieve systeem. Ik moest persoonlijk presteren. Jij moest presteren? Ik moest presteren. Toen kwam het leerhuis op de middelbare school. Ik denk dat jij dat nog hebt meegemaakt. Nou, dat zou best goed kunnen. Even graven. Ja, heel even graven. Dus projectmatig werken werd ineens heel belangrijk. Ja, klopt. Maar dat was meer op mijn hbo. Dat wordt heel belangrijk. Je moet samen gaan werken, et cetera. En wat je nu ziet, is we gaan nu een nieuwe generatie krijgen. Die hebben ondernemerschap erbij gekregen. Ja. Mm-hmm. Oh my god. En dat komt allemaal bij elkaar. Hè? Dus nu heb je een nieuwe generatie. Die komt met mijn zelfontplooiing. Met jouw projectmatig werken. En ondernemerschap als basisgereedschap. Ja. En als je hem dan koppelt aan oud-klassiek bestuurlijk denken, de hiërarchie, accountability structuren, command and control, dat clasht enorm. Dat werkt niet. En dat is ook denk ik waar nu de uitdaging in ligt, ook in deze tijden. De omgeving is turbulent geworden. Oude principes waren heel erg goed in de tijd waarin ze tot bloei kwamen, maar we zitten nu wel in een fase van nieuwe principes. En dat ontdekken met elkaar en ook ruimte geven om te mogen ontdekken, dat wordt heel belangrijk. En ja, dan gaan er dingen mis, maar dat is niet zo heel erg. Want dat is leren. Ja. Vallen opstaan. Ik ben benieuwd. Vragen van jou, de kijker. Eveline, heb je iets moois voor ons? Zeker. Er is heel veel moois binnengekomen. Johan vraagt zich af of wat er net verteld is, voornamelijk door Bart, of dat zou pleiten voor meer PBL-onderwijs, waarmee die bedoelt problem-based learning. In plaats van examinering op basis van kennis, zoals nu nog veel gebeurt. Ah, het is goed dat je het even uitlegt inderdaad, waar de afkorting voor staat. Bart. Ja. Ja. Mooi. Ik kan er heel kort over zijn. Ja. Wat in het schoolsysteem nog veel meer plek mag gaan krijgen, en het gaat wel de goede kant op. Hè. In het schoolsysteem bedoel ik eigenlijk alle formele educatie, mm-hmm. wat voor niveau ook. Maar we komen in een samenleving die heel complex is. Waar alles met elkaar samenhangt en dat is hartstikke boeiend. Maar kennis is overal voorradig. Je moet natuurlijk een basisset aan kennis hebben. Maar in samenwerken kijken wat wel en wat niet werkt. En daarin dingen leren is veel en veel belangrijker dan het aftoetsen van kennis die morgen verouderd is. Ja, echt praktijk leren ook. Praktijk leren, ja. Ontdekken, experimenteren, ja. Variëren. En daarin ook je eigen pad proberen uit te kristalliseren. Maar dan ben ik toch benieuwd hoe je dat in de praktijk doet op afstand. Want ik zie je volmondig ja knikken. Ja. Maar ja, hoe doe je dat in de praktijk als je inderdaad misschien nog wel op je studentenkamer achter je laptop zit? Dat is best lastig. Ja, ik zit meteen aan onze hbo-opleiding te denken. In die hoek zit ik meer te denken. Ja, wij hebben eigenlijk een opleiding samen met een particuliere opleider ingericht. Dat is 4 dagen werken, 1 dag leren. Mm-hmm. Dus heel veel in de praktijk. Gewoon toepassen. Je maar kennis op afstand toepassen. Dus. Bij de opdrachtgever gewoon je kennis toepassen. En dat kan. Ja. Ja. Dus dat maakt eigenlijk niet zoveel uit of dat dan op kantoor gebeurt of thuis? Ja, ik denk dat thuis is moeizamer, denk ik, dan op kantoor. Want het is wel fijn om Want je mist natuurlijk heel veel kaders van zo'n organisatie. Als je het nog niet kent vanuit misschien die traditionele kantooromgeving, kan ik me voorstellen. Ja, onze, dat zijn de hbo-opleiding die bieden wij aan onze studenten. Die zitten dus ook echt daadwerkelijk niet hier in huis. Ze doen hier niet in werkzaamheden, maar ik bedoel onze opdrachtgevers. Ja, precies. Dus ze gaan inderdaad gewoon aan de slag. En bij voorkeur natuurlijk wel echt bij onze opdrachtgever. Want dat is soms ook gewoon maar ook echt het doen. Je kan het wel op afstand doen, maar dat vraagt wel een bepaalde aansturing van je coach of je leraar. Ja. En daar zie je dan ook weer allemaal verschillende toolings voor ontstaan, dat je dat samen kan doen. En dat de leraar, hij of zij, goed meekijkt wat je aan het doen bent. Als jij iets moet programmeren, ja, dan moet je wel even goed gaan kijken hoe dat gaat. Maar daar worden ook allemaal weer vormen voor bedacht, dus het kan wel. Ja. Mooi. Evin, is misschien nog een andere vraag binnengekomen. Ja, wat voor nieuwe beroepen gaan er ontstaan door de 1,5 meter samenleving? Oh, wat voor nieuwe beroepen is ook een leuke. Bart? Ik vind de vraag is heel boeiend, want er wordt uitgegaan van beroepen. En laten we dat eens weglaten. Het zijn geen beroepen meer. De vraag is, welke uitdagingen gaan er komen en hoe kan ik daaraan bijdragen? En als we dan gaan denken vanuit beroepen, dan beginnen we al af te bakenen. Dan krijgen we een soort nieuw functieprofiel, alsof dat het zou zijn. Wat het aardige is dat steeds meer werk
samenwerk is. En dat betekent dat wij met elkaar dingetjes gaan doen. En dan kan je hem eigenlijk iets kleiner formuleren. Welke nieuwe taken komen er? Welke nieuwe competenties worden heel erg belangrijk? En dan heb je kennis nodig en ervaring voor de omstandigheid waar je dan in zit. Die je snel kan verkrijgen. Ik verbaas mij hoe snel mensen iets kunnen leren. Iets wat ze nog niet kennen. En dan kom je er wel. Dus beroepen, de term beroepen, dat is eigenlijk ook iets van vroeger. Misschien kunnen we omdraaien. Functies, maar ook de vaardigheden. Ja. En dan even niet alleen in de 1,5 meter samenleving, maar ook in de toekomst. Wat zijn nou vaardigheden die de medewerker van de toekomst echt nodig gaat hebben? Ja, nou, we hebben natuurlijk voor de hele coronacrisis hadden we het al over 21st century skills. Dat was al heel erg in opkomst. Ja. En ik denk daar zitten we al. Ik denk analytisch vermogen, dat je veel meer kan analyseren. We krijgen een bak aan data op ons af. Mm-hmm. En dat moet je maar wel allemaal goed kunnen analyseren. En niet per se meer het vergaren van data, maar veel meer het analyseren van datapunten. En wat betekent dat dan? Mm-hmm. Maar ook, nou, precies wat jij zegt, samenwerken, kritisch denken, creatief denken, ondernemerschap. Empathisch vermogen, ook heel belangrijk. Daar gaat het ons mis natuurlijk, hè? Mensen die heel kritisch zijn en niet empathisch zijn. Ja, dat wordt een beetje lastig. Kan vervelend mee samen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er eigenlijk heel positief over, hoor. Als ik zie hoe zich dat aan het ontwikkelen is, zie ik dat we heel goed in staat zijn om empathisch, kritisch bepaalde dingen te adresseren. En dus in die zin, weet je, het heeft allemaal wat tijd nodig, maar we komen er wel. Als je kijkt naar de medische disciplines en hoe artsen leren hoe ze de mens moeten aanspreken ten opzichte van het beeld van pakweg 20, 30 jaar geleden, waarin het een autoriteit is die jou aansprak in de medische teksten en dergelijke. Ja. Dus, daar zie je al een totaal verschil ontstaan. En vroeger werd ook altijd gezegd, hè, dat jongeren moesten in één keer collectief leren programmeren. Ja. Is zo'n skill nog van belang? Of is dat inmiddels weer een beetje een achterhaald concept, denk je? Nou, wat daar nog achter zit is, je moet leren bouwen. Dat moet je kunnen. Ja, en niet programmeren. Machine learning programmeert zichzelf. Ja. En daar gaan we wel naartoe. Een heleboel dingen hoef ik niet meer te doen. Ik bedoel, vroeger heb ik ook COBOL mogen krassen in een vaag tijdperk. Kan je nu heel veel geld voor krijgen? Ja, nu wel. Als je dat nog kan. Maar het is, weet je, ook dat soort talen evolueren. Je moet heel goed zijn in je Duits als je handel wil bedrijven. Ja, maar ja, als ik kijk ondertussen naar hoe Google Translate en Word notabene, hoe die gewoon mondeling mijn teksten al aan het spuien zijn. Hoe mijn kinderen op de camping met de smartphone in de hand met Spaanstalige jochies lopen te converseren. Het kan allemaal. Ja. Dus heel, en dat bedoel ik ook, we evolueren heel erg snel. Maar daaronder zitten bepaalde dingen die heel essentieel worden. Je zit net analyseren, maar misschien nog veel beter, veel belangrijker wordt sensemaking. Synthese. Zien we de samenhang tussen al het geanalyseerd? Ja. Want analyseren is ook dit. Dat is heel klein. Kan je verbanden kunnen leggen. Ja. Maar ook mediawijsheid vind ik dan ook heel leuk. Dat natuurlijk ook. We zijn elke dag allemaal met allemaal verschillende media, met alle kanalen bezig. En hoe gaan we daar gewoon ethisch mee om? Hoe doe je dat? Hoe doe je dat met privacy? Dat zijn ook allemaal dingen die we nu echt goed aan het leren zijn. Ja, IBM heeft eergisteren bekendgemaakt dat ze gaan stoppen met facial recognition. Dus ze zeggen, we doen daar niks meer mee. Oh, ja. We zijn bang voor de ethische vraagstukken. Ja, beginnen steeds meer vraagstukken te worden. Ja. Maar IBM is ook degene die de toetsaanslagen kon meten van hun medewerkers. Oh, ja. Het snijdt aan twee kanten, hoor ik hier. Kijk, de vraag is, er kan heel veel, maar de vraag is uiteindelijk, hoe kristalliseert het zich uit? En dat vind ik ook zelf het interessante in toekomstdenken, van het is heel goed om niet zozeer te voorspellen, kijk, ook wat ik zeg, dat denk ik, maar als je mij nou vraagt, hoe overtuigd ben ik ervan? Nou, van een heleboel dingen, meer of minder overtuigd, dat hangt van hoe het zich gaat ontvouwen. Ja. En willen we daar het beste van maken, dan zullen we dat samen moeten doen. Dan zullen we moeten experimenteren. Want ik kan me ook voorstellen dat mensen die dit aanhoren denken, mijn hemel, waar moet ik beginnen? Maar in de basis is het heel simpel. Doen. Continu blijven leren. Ja. Continu doen. Wat werkt wel, wat werkt niet.
Ja. En daar zelf ook het voortouw in nemen, denk ik. En, daar zelf, ja. Ja, en ook als organisatie vind ik dat je een cultuur moet scheppen, ja. Gewoon, waar leren gewoon de norm is. Dat, ja. Dat is het allermooiste wat je kan hebben. Dat iedereen moet als organisatie moet je mensen, weet je, uiteindelijk moet jij de cultuur scheppen. Dat je elke keer ontwikkeling blijft aanwakkeren. Dat je mensen stimuleert om zichzelf te ontwikkelen. Dat je scholing aanbiedt en dat je ook mensen stimuleert om initiatief te nemen. En hoe kan je dat goed doen? Want er zijn natuurlijk veel bedrijven die zeggen je hebt per week een uurtje of vier. Ja. Om aan je ontwikkeling te werken, dan gaan mensen toch maar de mailbox vaak wegtikken. Ja. Wat zijn nou handvaten die mensen kunnen gebruiken om dat ook echt daadwerkelijk te implementeren? Ja, ik denk dat je dat wel als organisatie moet faciliteren. Ik denk dat je dat soms op gezette tijden moet gaan doen. Mm-hmm. Ik merk ook dat wij met onze, eigenlijk alle mensen die in het werkveld lopen, soms organiseren we echt een soort van klassikale webinars, dat we samen zijn, dat we daar soort van best wel wat training geven. Mm-hmm. En we hebben ook bijvoorbeeld platforms die we openstellen, waar ze zelf hun trainingen mogen halen. En je merkt gewoon dat gebruik eigenlijk veel kleiner is. Dus soms moet je het wel echt organiseren als organisatie. Want als je het allemaal wel echt de verantwoordelijkheid alleen bij de medewerker neerlegt, dan komt het wel heel erg aan op de intrinsieke motivatie van de medewerker of hij wil leren. En dan moet het altijd nog maar net uitkomen. En dan zijn er altijd alweer andere prioriteiten die voorgaan. Dus je moet het soms ook als organisatie, vind ik, prioriseren. Vragen van kijkers, want we hebben nog 4 minuten, pak een beet. Dus ik ben benieuwd waar jullie nog mee zitten. Een mooie vraag die nog aansluit op het boekje over de ratten. Ja, hoe word ik een rat? Nou, waar kan ik het boekje komen? Is dat in de organisatie van Wubbel wel gelukt? Want hij vraagt, hoe zorg je dat de ratten in de top van de organisatie samenwerking, projectmatig werken en ondernemerschap ook echt gaan waarderen en omarmen, zodat die verandering plaats kan vinden? Ja, de top van de organisatie wordt niet altijd even gewaardeerd, proef ik uit de vraagstelling. Hoe kan je zorgen, als je in de organisatie zit, dat de top hier ook in mee wil? Hoe kan je ze de goede kant op nudgen? Ja, nou, als je veel tijd hebt, veel geduld en daar een forse inspanning voor leveren, dan krijg je dit voor elkaar. Of je het moet willen, is een tweede. Nou, kijk, eigenlijk gebeurt er iets anders, denk ik. Ik denk dat organisaties die het niet doen, die zien dat ze leeglopen. Ja. En dat zie je momenteel ook. Kijk. Dan kom je op de boeiende vraag, wat is een organisatie? En een organisatie is niks anders dan een huls. En de vraag is, voel je je prettig in die huls? En of voel je je gevangen in de huls? Of voel jij dat die huls de enige huls is waar jij een plekje hebt, omdat je bang bent voor wat daar buiten plaatsvindt? En daar is een verschuiving gaande. We zien gewoon te veel. We zien wat de alternatieven zijn. Dus we worden ons steeds bewuster dat als ik in de rattenkooi zit, dan begint op een gegeven moment bij mij de bewustwording wel te knagen, maar even in diezelfde terminologie te blijven, dat ik daar weg moet. En dat zie je mensen ook doen. En dat is niet voor niks, en dat herkent denk ik iedereen wel die in dit soort context heeft gezegd, de beste mensen gaan als eerst. Precies, en dan is het einde snel zoek natuurlijk. Ja, en bedrijven die een slechte cultuur hebben, wat niet meer past bij deze tijd, waar zekerheid op een verkeerde manier wordt ingevuld, ja, waar geen guncultuur is, waar je niet elkaar de credits geeft, wat bij een jongere generatie veel normaler is dan in mijn generatie, mm-hmm. Als ik het toch even in de generatietermen moet spreken, ja, dan zit je ernaast en dan heb je een probleem. De zelfredzaamheid wordt beter, de netwerken zijn veel duurzamer en wat je op die arbeidsmarkt ziet ontwikkelen is dat de organisatie veel meer de huls van een specifiek type opdrachten aan het worden is, dan dat het de brand met zijn cultuur is die allesomvattend, bindend en directief kan zijn. Dat is een moeilijk verhaal aan het worden. Hoe merk jij dat in de praktijk, Karen? Want je hebt eigenlijk, grappig genoeg, eyes in ears in heel veel bedrijven. Want jullie trainees en studenten zitten overal en nergens. Hoe denk jij dat dit vraagstuk? Ik ben het wel heel erg met Bart eens. Ik denk dat de employer branding, zoals hij vroeger was, dat je als bedrijf zijnde met jouw naam op de gevel, dan moest je nog net je deuren niet dicht doen, want anders kwamen ze met bosjes binnen. Nou, met dat soort partijen praten wij. Dat zij zeggen van, joh, weet je, onze naam spreekt niet meer voor ons. Sterker nog, spreekt tegen ons. Er wordt veel meer, mensen beginnen steeds meer zelf een mening te vormen over wat dat bedrijf doet. En er zit ook mondiger in misschien. Wat de purpose van zo'n bedrijf is. Ja. Weet je, wat is de zingeving hiervan? Ja. En met dat soort partijen praten we ook. Dus dat is echt wel heel hard aan het verschuiven.
We hebben nog de laatste minuten ingegaan. Dus ik wil toe naar de slotvragen eigenlijk. Beginnen bij jou, Karin. Je werkt al 15 jaar voor Young Capital. Eventjes een blik in de toekomst. We zijn 15 jaar verder. Ja, oeh, jeetje. Hoe denk je dat de organisatie is veranderd? Hoe denk je dat het ervoor staat? En dat moet in 30 seconden. Dus... Ja, ik denk echt gewoon horizontale organisaties. En heel veel mensen die samenwerken met elkaar. En dat op een hele respectvolle manier. En dat je dus heel veel, dat het gaat om ondernemerschap, empathisch vermogen, creativiteit. Dat naar boven gaat komen. Samen complexe problemen oplossen. Samen oplossen. En niet jij... En dus wel fysiek bij elkaar nog steeds? Deels. Ik denk dat we ons wel meer gaan verspreiden. Oké. Ja. Deels, maar die human factor blijft doorslaggevend. Ja, Bob, we gaan jou maar eventjes toespitsen op het onderwijskant. Want je geeft veel les. Hoe denk jij dat dat gaat veranderen? Hoe zie jij dat over 15 jaar voor je? Als je me dit vraagt, is mijn antwoord geen flauw idee. Oké. Okay. Wat ik voorspel... Wat een verhelderend antwoord van de futurist. Meestal hebben ze altijd overal een antwoord op. Ja, maar je kan ook soms kan je maar beter realistisch zijn. Ik heb wel een gewenste toekomst. Maar op die termijn over 15 jaar voorspellen, zinloos. Sta jij in virtual reality voor de klas misschien? Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat virtual reality een onderdeel is van mijn klas. Dat denk ik wel. Maar ik vraag me af of mijn klas nog een klas is. Kijk, wat je ziet wel, en dan maak ik hem iets korter als je het goed vindt. Ja. Je ziet wel nu al trendensen, zoals ik dat dan noem, die meer aandacht gaan krijgen. En dat een van die trendensen is, leer waar je lol in hebt om te leren. Ga in het leren je eigen portfolio opbouwen, zodat jij zometeen ergens op een arbeidsmarkt komt of een stap gaat maken als je al in de arbeidsmarkt zit. Maar je denkt, daar kan ik mee verder. En doe dat continu. En dan is het allerbelangrijkste, heb lol in leren. En ik denk dat het heel goed is voor, of je nou vanuit het onderwijs dat doet, of vanuit werkgeversperspectief, of vanuit wat voor perspectief dan ook. Maar denk goed na, hoe leuk maak jij leren? Is het niet leuk? Wat doe je dan met iemand? En diploma's halen, examens vragen, het heeft allemaal een doel. Maar op het moment dat bij mensen de stress uitbreekt, dan klopt daar iets niet. Terwijl als mensen in hun passie en hun kracht komen te zitten en hun zelfovertuiging en zo gaan leren, denk ik, maakt een wereld van verschil. Ik wil je hartelijk danken, jullie beiden trouwens, voor je tijd vandaag en je inzichten over de organisatie en de medewerker van de toekomst. En jij ontzettend bedankt voor het kijken naar een nieuw webinar van Young Capital in samenwerking met MT Sprout. Over 2 weken hebben we alweer de laatste in de serie. Dan is medeoprichter van Young Capital Bram aanwezig met de neurowetenschapper. En dan praten we over het succes van organisaties in de toekomst. Dus als je dat leuk vindt, schrijf je in voor dat webinar. Voor nu ontzettend bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende aflevering.